Watch out, graffiti. Top dingen, ik kijk naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik word wakker gemaakt door mijn grote vriend Ganja. Hey, goedemorgen. Moet je me wakker maken? Heb ik weer. Word ik wakker gemaakt door Ganja. Maar ja, laten we maar eruit gaan. Het is over een paar minuutjes 10 uur. Ik werd eigenlijk 8 uur wakker volgens mij. Dus ik heb echt best wel een uurtje gelopen liggen. Of 9 uur. Dat zou ook nog kunnen. Ja, voor mij 9 uur, ja. 9 uur dat ik wakker werd, 10 uur, dan eruit. Om zo te zeggen, mensen, ik heb nog 10 minuten. Dan is 9, 10 uur. Wat ik ga doen is lekker douchen. En dan lekker aankleden. En dan voor de rest zien we wel. Wat gaan we doen? Gaat vanavond al iets leuks gebeuren? Wil je weten wat? Blijf in ieder geval kijken naar deze vlog. En wat ik nog vast nu toe, voordat ik ga douchen en aankleden ga doen, is in ieder geval lekker mijn computer aanzetten. Ik denk dat ik lekker de radio aan ga zetten. Voor lekker geluid. Wat ik denk ook wel ga doen is, ik denk een box meeneem. Voor een lekker muziekje te luisteren in onder de douche. Dan ik me ook even lekker. Dus dat ga ik doen. En daarna aankleden. En dan, ja, weet je, we gaan in ieder geval nu maar lekker douchen. Let's go. En dan heb ik aangekleed en wel, ja, ik heb nou een shirt aan die ik nooit aan heb gehad. Dat is nieuw namelijk, voor mensen die niet weten, die het nog niet gezien hebben. Maar het is heel mooi, want het is een soort ruitachtig. Maar vanaf deze afstand zie je dan niet. Maar tussentijds zit ik nu even lekker schoenen aan te trekken. En dan ga ik klaarmaken voor vanavond, na einde van de middag, ga ik al weg. Ongeveer half drie ga ik de trein nemen. In ieder geval nu maar even kan je eten geven. Wat ik ook zelf ga doen is even lekker koffie zetten. En dan kan jij lekker eten geven. Ik zat er aan te twijfelen. Ik had nog wel een dikke shirt, een dikke trui. Ik zat er alleen aan te twijfelen wat ik aan zou trekken. Maar het is allemaal goed gekomen. Ik heb er al een keuze van gemaakt. En dat is deze geworden. In ieder geval lekker rolgordijn omhoog. Het is lekker weer vandaag. 22 graden dacht ik. Dat het heel warm gaat worden. Maar ik ga wel voor zekerheid een vestje meenemen. Daarom zou ik twijfelen. Ik had nog een dik shirt. Maar dat wordt denk ik vandaag denk ik wel te warm. Dus vandaar. Maar ik weet van mezelf. Ik ben een koud cleaner. Dus ik kan echt snel koud hebben. Maar ik ga het even over nadenken wat ik ga doen. In ieder geval of kan je eten geven. Ja. Komt eraan. Ja jongen. Je eten komt eraan. En even lekker relaxen, even editen en even lekker koffie zetten. Voor mezelf koffie, hè? Ja, jij hebt wel blokjes, hè? Alsjeblieft, jongen. Zo, tussentijd ga ik nu even lekker koffie zetten. Lekker macchiato. Nou, was maar zo'n feest, kunt er wel best wel hebben. Een latte. In ieder geval even koffie. En dan gaan we klaarmaken voor de... van vandaag. Ik heb er zoveel zin in. En ik zag dat ik niet de enige was. Er waren nog mensen, oude schoolgenoten. Want ik ga voor mensen die willen weten. Wat ga je nou precies doen? Ik ga naar zomerspektakel in Alphen aan de Rijn. Daar zijn allemaal optredens. Zoals Nieuwe Zon. Zoals Suzanne en Freek. Voor mij komen jullie alleen morgen. Want morgen ga ik er ook weer heen. Want die komt morgen. En heb je Banner, heb je nog. En noem maar allemaal op, allemaal artiesten. En ja, ik ga in ieder geval heen. En ik ga nu maar lekker editen. En dan zie je voor de rest wel wat gaat gebeuren. Eerst in ieder geval editen. Tussentijd, hoe laat het nu is, is het bijna half. Dus ik ga lekker koffie zetten, editen. En dan even eerst een rustige nemen. En dan gaan we uit ons dak. En nou is het 11:30 geweest. En dan krijg ik bericht dat we waarschijnlijk eerder gaan vertrekken vandaag. Richting Alphen. Want het zomerspektakel is namelijk in Alphen. En ik heb net op de media geplaatst natuurlijk. Maar jullie hebben al 3 dagen terug gezien. Dat ik dat heb gedaan. En dat ik daar aanwezig ben.
bij zo'n spektakel. Maar ik moet eerst ook water vullen. Want ik wou de tweede bak koffie zetten. Dus eerst even water vullen. Want waarom gaan we eerder vertrekken? Is de reden omdat waarschijnlijk het half uur lopen is naar de plek waar het is. Dus dan moeten we, vandaar dat we eerder moeten vertrekken. Tussentijd ga ik nog even één bakje zetten. Denk ik nog één. Of meer nog eentje hierna nog. Maar eerst even kijken hoe en wat. Maar eerst even lekker vast voorbereiden. Klaarmaken. Oh, wat heb ik er zin in. Ik kan niet wachten. Ik heb zoveel zin in. En ik hoorde dat iemand toevallig die een boskoop woont, ik wil geen namen noemen. Maar die kon al alles horen vanuit Alphen. Want daar is ze namelijk. Van die afstand. Wow. Zo ver al. Nou, dat is gewoon echt bizar. Heel raar. Heel raar. Maar ja, in ieder geval, ik ga even lekker verder met editen. Daar ben ik nog mee bezig. En dan ga ik dadelijk in de rende gooien. En dan klaarmaken om dan ook weg te gaan richting Alphen. We zijn nu een beetje aan het overleggen in een groep app hoe laat we gaan vertrekken. Want daar zitten we even mee te puzzelen. Want om 4 uur begint de zomerspectakel. En het is half uur lopen en we de paarden met de fiets gaan. Maar er hebben ook paarden natuurlijk geen fiets, zoals ik. Dus we zitten even kijken hoe we dat allemaal gaan fixen. Hoe we gaan regelen. Dus, maar dat komt alvast wel goed. Ik maak het niet drukker, maar ik vind het wel even handig om even duidelijkheid, situatie, informatie te weten van hoe en wat. Dus ik hoop dat het duidelijk wordt gecommuniceerd. Maar dat gaat in ieder geval goed, vind ik. Maar een beetje altijd af en toe laat. Maar ja, iedereen is even wat dingen aan het doen. Dus daar heb ik een vlog lekker in de rennen gezet. Vlog klaar. We willen waarschijnlijk om 15:45 op station Alphen zijn. Met de hele groep. De mensen die er aanwezig kunnen zijn. Dus dat. En ik ga dan lekker alles in de gaten houden. Eigenlijk even een beetje dingen al plannen vast. En ik kan je ook al vertellen. Ik heb 51 volgers op mijn Twitch. Maar dan geeft hij aan bij bereik. 50 volgers, nou, bereikt. Laat 5 mensen tegelijkertijd chatten. Ik denk die ook bereikt. Maar op mijn advertentieventers geeft hij niet aan dat ik dat heb gehaald. Dus doordat ik dat niet heb gehaald, heb ik juist geen VIP-status. En chatbats. En even kijken, wat dan nog meer niet. Iets met nog iets. Maar ik kon even niet zien. Oh, binnen 880 dagen in vizier. Oké. Dus misschien komt dat nog. Maar ja, dus in ieder geval wachten. En maar ja, ik heb tussentijd zit ik al even lekker dingen op mijn computer te doen. Alles te plannen. Alles op en eraan. En dan ga ik nu wachten tot het tijd is om te vertrekken. Want ik wil eigenlijk nu al vertrekken eigenlijk. Maar ja, maar ik zat al voor de zekerheid dat te checken, want je kan ook een fiets huren in Alphen. Maar ik twijfel of ik dat ga doen. Tussentijds zit ik ook even de app goed na te checken. Of er iets wordt gemeld. Tot nu nog niks. Dus. Maar in ieder geval, we gaan het allemaal zien. Hoe en wat. En ik heb daar zin in. En ik hoop jullie ook zin in om bij mee te maken wat allemaal bij mij dagelijks leven gebeurt. In ieder geval, ik ga maar nog even lekker wachten tot tijd is.
over. Oh, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Oh, I got an empty cup for me some more, so I can go and feel like a wolf. Shoulders.
daarom dat je me raakt. Kom hier, schat. Ik moet je wat boys melden. We staan op gek op de vorm van je oor. En ik ben verliefd. Kan het zonder woorden vertellen.
Zonder zaad. Ik hier het zwarte goud in het oog.
straks leggen we vast in een fotozaal. Door en door een jonge onnozenaal. En die slingers aan de haak staan, dat hoop je dus wel. Dansma, dit is nu die lekkere dansma.
zo over een kwartiertje alweer 2 uur en ik ben net pas thuis gekomen. En wat heb ik het leuke avond gehad. Wat een feest, wat een gezelligheid met die mensen. In ieder geval, ik ga lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Lekker naar bed toe, slapen. Morgen weer een dag. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso een duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof vinden als je je beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers voor een nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. En nou, ik weet niet of jullie doen altijd. Wat ik eigenlijk ook even bij je wil vertellen is, zoals jullie weten, zit ik bij Special Mediaart. Waarom ik bij Special Mediaart zit en wat houdt de Special Mediaart in twijfelen. En toen ben ik net op bed. Ik viel even een beetje wakker, al slapen.